Wist je dat 1 op de 3 Nederlandse huishoudens een hond heeft? En wist je dat een hond 80 kilo poep per jaar produceert? Ja, en dat mogen wij opruimen. Nou, vind ik niet zo erg, Otter. Kom. Jan-Willem, zoals ik net al zei, 1 op de 3 Nederlandse huishoudens heeft een hond. Dat zijn 2,6 miljoen gezinnen, dat is best veel. Wat maakt die hond nou zo populair in Nederland? Ja, een hond is natuurlijk hartstikke gezellig op de eerste plaats. Je kan hem aaien, hij is altijd blij als je thuis komt. Hij troost je als je verdrietig bent. Je kan er leuke dingen mee doen. Je kunt hem africhten. Hij kan waken. Hij staat heel, nou ja, je kan ook met hem communiceren. Het is gewoon gezellig, een hond. Ja. Hey, en ja, we lopen nu in het park, dus het is prachtig weer. Ja. Mag je je hond in elk park uitlaten? Nou, eigenlijk niet. Daar waar het aangegeven staat, mag het wel. Hoe vaak moet je hond nou uitlaten op een dag? 'S Ochtends, want hij heeft geslapen. 'S Middags en 's avonds. En meestal wel een uur, want dan kan hij goed zijn behoefte doen. Ja, en dan gaat de hond natuurlijk poepen. Hè? Daar is altijd toch wel veel over te doen, over hondenpoep. Ja. Want mag die hond nou overal gewoon poepen? Nee, de hond mag beslist niet overal poepen. Mensen hebben er de last van. Rolstoelrijders rijden erdoor. Het is niet smakelijk wat er ligt. Kinderen vallen erin. Het is gewoon, nee. Maar zijn er nou veel mensen die dat dan gewoon laten liggen? Een klein aantal doet dat nog wel, ja. Ook zijn er mensen die pertinent niet opruimen. Maar ja, die moeten een prent krijgen. Vind ik altijd. Gebeurt ook. En ja, de meeste mensen ruimen eigenlijk wel op vandaag de dag, ja. Kunnen er niet bepaalde maatregelen genomen worden om deze grote irritatie van de hondenpoep te beperken? Nou, de meeste gemeentes gaan nu over tot het plaatsen van speciale hondenpoepbakken. En dispensers, daar kan de hondenbezitter gratis een zakje halen. Dus hij komt op de wandeling zo'n bak tegen, trekt er een zakje uit of 2 zakjes, loopt door, ruimt de poep onderweg op. Komt dan weer na 200 meter weer zo'n bak tegen en kan het gewoon weggooien. Het leuke is, als je die dingen aanbiedt, ja, dan ruimt bijna 3/4 van de mensen op. Helemaal geen probleem. Hey Jan-Willem, dit is dus een hondenprullenbak, als ik het goed zeg? Ja, dit is dus eigenlijk een depot. Het is gewoon een depotdog. En dat is een hondenpoepbak met zakjesdispenser. Dus je hebt een prullenbak en zakjesdispenser in één. En die zakjes, hè, zijn dat dan gewoon boterhammenzakjes of zijn het toch echt wel speciale dikke zakjes? Nou, we hebben met die zakjes zijn we bij hondenbezitters ooit te raden gegaan. En één ding kwam eruit, het moet een lekker dik zakje zijn. Er zijn ook hondenbezitters die een beetje angstig zijn om een hondendrol op te rapen. En met een dun zakje gaat dat niet. Dus daarom kiezen wij bewust voor dikkere zakjes en we merken gewoon dat iedereen echt wel goed mee opruimt. Ja, ik kan me voorstellen dat het wel fijn is, want als je met je hand daar zo in zit, dat is toch niet zo heel prettig. Hey, en kan je deze ook in elk park dan vinden of zo? Of staan ze door heel Nederland? Nou, in vele tientallen parken staan ze. Natuurlijk staan ze ook niet overal, maar we streven er wel naar om toch meer parken te verwelkomen met dit product. Hey, kunnen wij, kun je het even demonstreren? Ja hoor. Ik heb wel zin om even een drol weg te gaan gooien. Nou, is goed. Toevallig ligt hier een drol. Misschien als je hier een zakje eruit wil trekken, zijkant, met je vinger zo. Ik trek natuurlijk gelijk alles eruit volgens mij. Nee, oh, nee. Tadaa. En dan doe je net zoals de slager zijn gehakt pakt, pak je de onderwerp op. Hè? Aangezien jij net hier moest poepen, ga ik hem opruimen. En dan gaat hij hoor. Niemand kan meer zeggen van ik had geen zakje bij me, hè, als je een hond hebt.